Oké, okay. Jullie kunnen allemaal een kapper. Hoop ik. Anders is er iets mis met jullie haar. Maar dus een kapper, daar ga ik vandaag over praten. I don't know, onderwerp praten zoals de vorige keer met onverwachte foto's. De tweede keer dat ik dit ga doen, vind ik ook wel leuk. Hey, mijn naam is Sophie Chu. Ik ga vandaag eens praten over een kapper. Ik ben woensdag naar een kapper geweest. En ik heb van een en al meegemaakt. Dus ik zal gewoon even vertellen wat er allemaal gebeurde. Dus we gingen naar binnen naar de kapper in Wilrijk. Met mijn boma. Mijn bompa was gaan wandelen met zijn vriendjes. Ze noemen dat dus gewoon een wandelknopje of zo. Met alle oude bompatjes aan het wandelen zijn. Of wat fietsen. Ze kunnen ook zwemmen, maar mijn bompa doet dat niet. Dus ik ging naar binnen met mijn boma. We zaten daar gewoon op een zeteltje. En ze waren heel vriendelijk. Ze vroegen dat we iets wilden drinken of zo. Mijn boma zei nee, omdat dat geen klant... Nee, wacht. Ze vroegen dat niet aan mijn boma, omdat ze geen klant was. Dat is één klein grof dingetje. Maar geen haat aan de kapper. De kapper is echt goed. Aha. En ik werd dus begeleid, denk ik. Dus ze stuurde mij naar een zeteltje... of een stoeltje met een spiegel en een paar boekjes. En dan vroegen ze aan mij van, ja, wat wil je eigenlijk met jouw haar? Dan zei ik van, ja, ik heb gewoon de puntjes eraf. Ze zei van, oké. En toen moest ik dus naar de wastafel. Daar werd gewoon mijn haar gewassen. Maar iedereen kent dat gevoel. Dat doet pijn. Niet het water, dat doet goed. Maar uw nek doet echt pijn. Dat is gewoon een rand... In een boek, een rand en dan je nek. Dat doet echt pijn. Vroeger dacht ik gewoon dat mijn nek altijd zo zou blijven staan. En dat is geen leuk gevoel. Echt niet, echt niet. Dus ik was, dat was gewoon geïrriteerd. En daar was ik zo in mijn hoofd aan het denken van... Ik kan later misschien een betere stoel slash kom uitvinden. Ja. Dus ja, heb ik zo nagedacht en ben op een idee gekomen. Een zetel. Of een soort van bed eigenlijk, een lichtzetel. Met zo'n plastieke kom, met leer en moes en een ingebouwde chipsmachine. Ja. Ooit kom ik nog in up-to-date met mijn machine. Oké, maar dus ik zat daar binnen, allemaal heel goed, haar werd gewassen, heel goed. En toen zat ik ineens, poef, uit het niets. Wel, ik ben gewoon naar daar gewandeld, maar ja. Dus ineens zat ik gewoon op dat stoeltje, ze waren mijn haar aan het knippen. Heel interessant was er ook. Maar daarna, eigenlijk daarvoor. We waren dus aan het praten over de leerkracht van Nederlands. Ik weet ook niet waarom, gewoon even random. En we kwamen zo bij, dus waar we nu al gaan praten over het punt dat wij daar een kapper aan het wandelen waren. Een beetje door elkaar aan het doen. Maar oké. Dus we waren aan het wandelen, ik was aan het praten over leerkracht over mijn Nederlands. En ineens, raad of niet, zag ik een leerkracht van aardrijkskunde. Met haar dochter. Dat was echt eng. Dus ik stond daar zo met een bomma. En die keek ook echt zo van... Ik weet niet dat hij mij had herkend, maar ik hoop het niet. Anders gaat hij sowieso naar mij komen van... Hey Sophie, ik heb je gezien in de plaatsvakantie. En dat is geen leuk gevoel. Echt geen leuk gevoel. Het is gewoon echt. Dat is eng als een leerkracht dat doen. En dus ik was een beetje aan het... Ja, aan de kant aan het kijken. En het was moeilijk, want die stond heel op naar mij te kijken. Dus daarom hoop ik echt, ja... Dus kijk, zie het u voor u... Zie het u voor u... Paal met rood licht, zebrapad, straten, die stond hier met haar dochter, mijn boma stond ernaast en ik stond hier achter. De andere kant op te kijken. Ja. Maar dus ik had echt geen zin om daarnaast te staan eigenlijk, want dat is zo van, ja, wat als die weer kent. En
Oh, de grootste schrik was nog altijd dat hij naast ons zou zitten bij de kapper. Ik weet gewoon dat leerkrachten altijd praten dan over hun eigen vak. Dat weet ik gewoon. Een gevoel. Ja. En trouwens, die spasvakantie is super leuk, maar het is wel in de helft, dus die is niet meer leuk. De laatste week van de vakantie is de ergste week. Het is natuurlijk al vakantie, maar is elke keer zo af te tellen van nog zoveel dagen, nog zoveel dagen, oh mijn god, morgen. Dat dus. Dat is echt, oh. Niet leuk. Nope. En het was vandaag super warm. Het was gewoon, denk ik, van twee... Wacht. Graden. En het was echt super warm. Dat is leuk met haar. Maar dus Minecraft aan het spelen, Pocket Edition. Super leuk. Ook sorry van dat de twee Minecraft video's naar elkaar zijn gekomen. Ik weet niet dat jullie dat echt leuk vinden. Wow, we hebben echt keiveel likes gehaald. We hebben gewoon bijna 25 likes op de laatste video. Wow. Dat is echt heel veel, hè. Super veel. Dat is gewoon meer dan de helft van wat we altijd hebben. 4/2. Maar dat komt ook een beetje door Tube Total natuurlijk, omdat ik daarin ben gekomen. Het is echt, wow, ik had echt verschoteld. Ineens stuurde zo iemand, Telman Sito van TT Army, Hanne D van Text D1, stuurde zo naar mij van, hey Sophie, je zit in Tube Total. En ik zat dan juist in Nederland op hotel. Nee, eigenlijk zat hij toen op een cafeetje met mijn mama en papa en mama. Ja. En ik zat zo te kijken van, en toen ben ik uit waar het gegaan, maar ik had toen wel gezegd dat ik heel blij was. En toen zei hij van, Sophie, je gaat toch niet dat filmpje krijgen, hè? Nee. Maar jammer genoeg was het internet daar super slecht, dus ik kon gewoon dat filmpje niet kijken. Maar ik kon wel mezelf zien. Ja, dat was leuk. Eigenlijk, sorry dat... dus we waren bezig over de Minecraft-video's. Maar dus ik ben natuurlijk geen Minecraft-kanaal, maar ik wil gewoon één Minecraft-serie doen naar Skybar. Dat is echt super leuk, want ik heb wel altijd gedroomd om Minecraft-video's te maken, maar dat wel gewoon Skywars. Misschien ooit iets anders, maar nu wil ik gewoon even Skywars doen. Eén keer per week. Ik kan morgen denk ik weer Skywars opnemen. Voor woensdag of zo. Of voor dinsdag. Weet ik niet. Maar, dus eigenlijk ben ik nu gewoon een vlogkanaal en Minecraft-kanaal. Ja. Vind ik wel leuk. Oh, dat is zo confronterend als je kat zo hard zit te slapen daar. Grapje. Wie doen. Ik heb nooit iets om te vertellen. Ah ja, ik heb eigenlijk nooit iets om te vertellen. Bij Minecraft is OBS, is dat toch niet zo scherp als bij Job en altijd Melvin en al. Dus ik kan het even zien op YouTube hoe je dat super scherp kan krijgen, dat beeld. Want dat is niet zo bij mij en dat is wel een beetje raar. Want ik wil natuurlijk niet de beste kwaliteit van jullie. Dat wil ik ook zelf, want anders schaam ik mij enorm. Zoals die ene video van Pray for Brussels. Ik heb het verkeerde bestandje genomen. Ik heb het ongeëdite bestand geüpload. Ja, en toen had ik al Minecraft-video, dus ik kon geen re-upload doen. Want anders was dat een beetje raar, man. Wij was het toch al een week later of zo. Ah ja, sorry dames, dat het al een week geleden is dat ik heb geüpload. Maar ik had gewoon, de dagen gaan echt super snel voorbij. Te snel, want het is gewoon niet leuk dat het al zo snel gaat. Want het is al een week voorbij en over een week moet ik terug naar de hel op aarde. Zoals deze man. Dit is een aapje. Maar oké, okay, bezien dat de video. Bedankt voor het kijken. Dat is elke keer de tweede keer dat ik over een echt onderwerp ging praten en andere onderwerpen. Dat vind ik ook wel eens leuk om te doen. Oh, elke keer is wel mooi met die zon op mij. Ah, ik heb dus lekker mijn mutje aan. En daar straks ging ik dus fietsen. Ja, het is nog niet gedaan. Dus ik ging dus straks fietsen naar Saar. Ik had dus mijn muts aan. Maar het was fucking 21 graden of wat minder of wat meer. Fuck het. Warm. En ik deed het gewoon omdat ik mijn oortjes in had. En anders kon mijn oortjes. Viel er dan uit. En ja. Maar één probleem. Als ik terug fietste, had ik dus echt geen zin om mijn muts weer aan te doen. Dus ik had mijn muts om mijn zadel gedaan. En dan zat ik op die bol. Dat zat niet zo lekker, maar. Het was wel... Elk was wel een goed idee. Ja. Yeah. Dus dit was de video. Morgen ga ik weer een Minecraft video opnemen. Laat ik nog eens vloggen of zo. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mijn naam was Savichu. Bye!